bij de graven in Groningen, op de Joodse begraafplaats aan de Iepelaan, van Zadok Cohen en Heina de Haas, de broer en de schoonzus van mijn bedovergrootmoeder. De tekst uit Ezechiël 37 vanaf vers 11. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Amen.